Jong en je droomt van je eigen fietsfabriek. Je zegt je baan op, huurt een loods op een industrieterrein in Hogeveen en maakt van de droom werkelijkheid. Het klinkt ongeloofwaardig, maar niet voor Jan Rijkenboer. In augustus begint hij samen met een oud collega een nieuwe Nederlandse fietsfabriek. De voorbereidingen zijn nu nog in volle gang, maar over een maand ziet deze oude loods er heel anders uit. Nou, we gaan daar zo onder de ramen komt de montagebaan. En dat doen we omdat we daar dan goed licht hebben, zodat we goed kunnen zien wat er allemaal gebeuren moet. En als er beschadigingen zijn, dan dat we die goed kunnen zien. Langs de muren komt de magazijnstellingen, zodat we zo min mogelijk last ervan hebben. En ertussenin komen alle apparaten en machines waar we alle bewerkingen mee moeten doen. Rijkenboer heeft voor Hogeveen gekozen omdat daar voor startende ondernemers een investeringspremie ligt te wachten. Maar omdat de investering voor de fietsfabriek daarvoor te laag is, gaat dat geld aan zijn neus voorbij. Dat vind ik wel heel jammer eigenlijk. Als je ziet dat grote fietsfabrieken zoals Giant in Lelystad, die krijgen zo 20.000 gulden per werknemer. En dat gewoon de mensen die eerst het klein aanpakken, dat die net overal buiten vallen. Beetje frank. De gevolg is dat we het veel kleiner moeten aanpakken. Het was eigenlijk eerst de bedoeling dat we tussen de 12.000 en 25.000 fietsen nog zouden gemaakt per jaar. En noodgedwongen hebben we dat nu terug moeten schroeven naar 3.000. Nederland is een echt fietsland en aan fietsfabrieken is geen gebrek. Toch denkt Rijkenboer dat er op de Nederlandse markt ruimte is voor nog een fabriek. Zeker omdat hij fietsen kan maken van goede kwaliteit voor de helft van de normale prijs. Nou, daarmee heeft de fietsenmaker eigenlijk een beetje een antwoord op die goedkope fietsen die eens via andere kanalen aangeboden worden. En toch een goede fiets waar hij achter kan staan. Spaken uit België, banden uit Indonesië, de onderdelen voor de Hogeveense fiets komen overal vandaan. En waarin onderscheidt deze fiets zich dan van andere fietsen? Het achterlicht bijvoorbeeld, heel veel merken die hebben de geleiding van de stroom via het spatbord en dan krijg je vaak massaproblemen en doet het achterlicht niet. We hebben bij deze fiets er gewoon een LED-verlichting in zitten. Doet het altijd en als je stilstaat heb je ook licht. Hoe ziet het er hier over 10 jaar uit, denk je? Ik weet niet als we hier dan nog zitten. Maar ik hoop dat er dan heel veel mensen aan het werk zijn. Voor ons.